kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een Bershka shoplog voor jullie. Heel erg leuk, want ze hebben echt hele leuke items de afgelopen tijd. Het is best wel veel kleur, pastel, echt heel erg voorjaar gericht. Echt helemaal zin in om het uit te pakken, want het ligt hier nu al 2 weken. En eigenlijk kan ik het voor deze video unboxen. Dus heb jij zin in deze video, in deze shoplog? Doe dan even dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak ik me echt heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met de Bershka shoplog. Oké, ik heb er al een hele werkdag op zitten, dus ik ben een beetje uitgezakt en uitgewerkt. Maar dat maakt het niet minder leuk, deze shoplog. Laten we gewoon snel beginnen met de items unboxen. Ik zal alle prijzen en ik zal alle prijzen benoemen. Check even de beschrijving, daar zal ik alle items linken aan het eind van deze video. En ik heb dit zelf besteld, het is geen samenwerking. I wish. Yes, hier is de doos. Het kwam ook niet binnen in plastic of zo nog. Als ik de doos open deed, was het mooi opgevouwen hierin. Zonder plastic hoesjes of dingetjes, dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg goed. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik bestel eigenlijk nooit echt wat op Bershka. Vroeger was het echt mijn favoriete winkel. Vroeger. Nou ja, 2 jaar terug of zo, 3 jaar terug. Toen kwam ik er echt heel erg vaak ook fysiek in de winkel. En ik kon er ook altijd slagen. Maar de laatste tijd koop ik eigenlijk nooit echt wat. Misschien 1 keer in de zoveel tijd. En ik zat daar laatst weer op te kijken en toen zag ik zulke leuke dingen voor lente en voorjaar en tie-dye en pastelkleurtjes. Helemaal mijn ding. Dus ik dacht echt, ja, ik moet nu gewoon wat bestellen. Ik heb voor €150 besteld en ik hoop dat het allemaal past. Want volgens mij kan ik het dan niet meer terugsturen. Oké, ik begin met deze basic top. Dit is echt iets wat je in de zomer wilt hebben. Dit is hem. Hij is echt heel erg lekker zacht en stretchy. En ik vind het kleurtje ook gewoon heel erg mooi. Een beetje, ja, bruin-rozig. Een beetje die bruintoon vind ik heel erg mooi. Hij is wel echt mega cropped, maar ik doe hier nooit een BH onder, dus dan is het gewoon prima. Ik vind deze heel erg leuk. Ik heb hem al in heel veel kleurtjes, maar nu ook dus in deze kleur. En ik weet dat Chiquelle ook zulke topjes heeft, maar Bershka blijkbaar nu ook. Zara ook, dus genoeg keus. Deze heb ik in een maatje S. En ik ga even kijken hoe duur die is, maar kijk hoe leuk. Even kijken, dit topje is €8. Dan dit topje en deze zou ik ook zonder BH dragen, want anders zie je natuurlijk heel goed die bandjes. Maar verder zit hij gewoon echt super chill en dit is gewoon echt zo'n lekker topje voor in de zomer of zo. Hij is dus wel echt heel erg gekropt, maar dat vind ik zelf wel heel erg leuk en het is gewoon een heel fijn stofje. Dan heb ik nog een topje, namelijk deze en deze is wat lomper. Dit grijze topje, deze vind ik echt heel erg leuk. Ik heb hem in gedachten met iets anders, dus dat ga ik hierna even laten zien. Maar goed, dat is dus deze basic. Ik vind het ook heel tof om gewoon boven een joggingsbroek van hetzelfde stofje. Hij is super zacht, heel erg dik. En ja, mooi elastiek aan de onderkant. Hij is dus heel erg mooi van dat grijs. Dit is het kleurtje, echt grijs met van die spikkeltjes. Heel erg chill, dus dat is dit topje. Deze zit denk ik echt hemels. Deze heb ik in de maatje S. En dit topje kost €9,99. Dan heb ik dus dit topje. En deze wil ik heel erg graag combineren met dat topje van Ed. Ja, dit is zo'n vestje. En toen ik het voor het eerst zag, dacht ik echt, meen je dit? Dit ga je toch niet dragen? Wat een onzin. Nou, op een gegeven moment zag ik het heel vaak voorbij komen. En vind ik het eigenlijk toch wel heel erg leuk en stylish. Stylish. Maar dat was ook met het begin van de flarebroeken. Toen iedereen dat ging dragen, dacht ik ook, dat doe je toch niet aan, die wijde broeken. Dat ziet er niet uit. En op een gegeven moment droeg ik het zelf ook. Dus ja, ik moet altijd een beetje wennen aan bepaalde trends. Zo ook dit ding. Ja, ik weet niet hoe je dit noemt hoor. Een halve trui of zo. Maar ja, dit is dus gewoon zo'n grijs truitje. Hij is super lekker zacht. Hij sluit ook heel erg mooi aan bij de mouwtjes. Maar hij heeft dus ja, de helft ontbreekt zeg maar. Dus ja, dat leek me wel leuk. Ik hoopte dat deze hier heel erg leuk onder staat. Maar het is net een ander grijs kleurtje zoals je kan zien. Deze is iets lichter dan het topje. Maar op zich vind ik het niet heel storend. Ik denk dat het nog wel heel erg leuk bij elkaar is. Maar dan heb je dan, ja, je ziet het wel op de aanbeelden heel goed. Dan heb je dus zo'n topje. En dan daaroverheen zeg maar dit. Volgens mij staat het wel heel leuk. We gaan het zien. Ik vind het sowieso heel erg leuk voor in de lente of in de zomer als het iets warmer is. Dus ik ben benieuwd. Dat is deze. Dit truitje heb ik in een maatje S. En dit truitje kost €12,99. Echt, de prijzen op Bershka vallen zo erg mee. Dus op een gegeven moment zat ik alles toe te voegen aan mijn winkelmandje. Dat ik echt dacht, ja, die wil ik, die wil ik, die wil ik. En toen was ik op een totaal van €150. Toen dacht ik, oh ja, top. Ik heb dit aan en ik moet nog wel een beetje wennen. Maar ik denk dat het in de
als het wat warmer is, wel heel leuk is. Je ziet dus wel echt een beetje kleurverschil in grijs. Maar op zich vind ik dat niet heel erg. Dit is dus het topje. Die zit gewoon prima. Alleen oppassen met je BH. Dus ik zou hem denk ik gewoon zonder BH doen. Ja, en dit is dat ding. Laat me weten wat jullie van deze trend vinden. Ik vind het op zich wel grappig, maar... ja, het was ook niet zo duur. Als het echt duur was, dan zou ik denken, ja, is niet nodig. Maar op zich wel grappig. Maar je moet wel echt een hoge broek erbij doen. Dus dat is deze. Zit allebei gewoon prima. Dan heb ik een item die ik ook heel leuk vind. Ik denk dat heel veel dit te heftig vinden. Ik hou er wel van. Het is namelijk weer tie-dye. En ik ben wel gek op tie-dye. Een beetje gekke kleurtjes. Ik vind dat wel leuk. Dit is een crop top. Aan de onderkant kun je hem wat strakker trekken met dat touwtje. Ja, voor de rest is dit toch heel erg leuk. Volgens mij heb ik in een maatje M. Oh nee, S. Ik dacht een M. Maar in een S dus. Ik dacht lekker oversized, maar hij valt ook best wel oversized als ik het zo zie. Heel leuk, ik ben benieuwd. Hij heeft dus deze kleurtjes. Ja, leuk voor in de lente. Dus dat is dit topje. En deze heb ik dus in een S. En dat topje kost €7,99. Deze zit ook gewoon super goed. Echt heel erg leuk vind ik dit. En ook leuk dat hij zo lekker kropt. Zit. Dan een item wat niet kan ontbreken in je kast. Een tennisrokje. De welbekende tennisrokjes van Bershka. Ik kon niet kiezen tussen de kleuren zwart en wit. Dus ik ben maar gegaan voor zwart. Ik dacht, ja, ik weet niet wat ik dacht. Ik ben gewoon voor zwart gegaan. Dit is hem dus. Hij ziet er echt heel erg mooi uit. Hij is ook lekker dik. Dus dat schijnt als het goed is niet door. Ja, en dit vind ik gewoon heel erg leuk met een hele grote hoodie of zo. Of een sweater erboven. Ook gewoon in de zomer en dan dikke schoenen eronder. Heel erg leuk. Hij heeft een rits aan de zijkant, dus dan gaat hij ook nog makkelijk open en dicht. En ja, hier. Labeltje. Dus dat is deze. Deze heb ik in een maatje S. Ik hoop dat die past. Het ziet er wel uit alsof ik hem pas, dus heel erg benieuwd. Nou, en dit rokje die kost €17,99. En dan het tennisrokje. Ja, die rokjes zijn echt heel erg kort. Maar op zich, als je naar het strand gaat of zo, is dit wel echt... heel erg leuk, maar ik zou het dus zelf niet zo snel zo combineren. Want dat vind ik iets te tuttig of zo. Ik zou er een hele grote sweater overheen doen. Dan weer een item wat je leuk vindt of echt afschuwelijk. Ja, ik hou er wel van. Namelijk deze huge blouse. Met allemaal pastelkleuren. Ja, ik vind dit heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd ook hoe die staat. Ik zou hem dan lekker open dragen, denk ik. Of heel wat knoopjes open en dat je hem dan zo leuk off the shoulder draagt. Ik denk dat ik dat wel leuk zou vinden. Ik heb hem in een maatje S. Hij is dus super groot met de kleuren ja, pastelroze, lila, geel, blauw. Allemaal pastelkleuren. Ja, het voelt wel wat dunner aan het blouseje. Dus daarom vind ik het wel leuk als overslagblouseje. Een keer wat anders. Heel erg leuk voor in het voorjaar. Ik ben benieuwd hoe ik hem ga stylen. Maar dat gaan jullie met de aanbeelden zien. Maatje S dus. En deze die kost hier €19,99. Dan het blouseje en die vind ik echt heel erg leuk. Ik zou hem dus zelf een beetje zo dragen. Een beetje half in de broek. Leuke bralette eronder. Ja, ik vind dat wel heel erg leuk. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon normaal zo dragen. Of dat je de onderste paar knoopjes open doet. En dat je er een knoopje zo in maakt. Even kijken. Zeg maar dat het dan een beetje zo zit. Dus je kan er echt alle kanten mee op. Maar ik vind het echt een heel erg leuk blouseje. Heel erg leuke kleurtjes ook. Dan nog zo'n topje wat je net hebt gezien in het bruin. Ja, maar dan in het beige zalmroze-achtig. Ja, zalmroze. Precies hetzelfde topje. Dit is de kleur. Heel erg mooi. Ja, en voor de rest is die gewoon weer super zacht en stretchy. En als je lekker bruin bent in de zomer is dit echt een heel erg leuk croptopje. En deze kost €7,99. Dan het andere topje. En deze vind ik ook weer heel erg leuk. Uiteraard dus zonder BH. Je kan ook plak BH of zo doen. Maar ja, heel erg leuk kleurtje ook. Het is dus echt dat zalmroze. Dan heb ik een item waarvan ik denk... ja, leuk en aardig. Maar dit gaat zo erg doorschijnen. Dit is namelijk gewoon een ripstof broekje. In het wit. Dit is hem. Dit vind ik heel erg leuk. Ook met die blouse bijvoorbeeld in de zomer. Dan zijn dit echt van die chille broekjes. Maar dit gaat absoluut heel erg doorschijnen. Het kaartje schijnt al heel erg door. Ik weet niet of dat te zien is. Dat labeltje daar. Nou ja, we gaan het zien. Als je er iets heel groots over doet, dan valt dat al niet meer op. Maar dat is dus dit. En anders is dit heel chill voor thuis. Want het is echt
super zacht en super stretchy. Dus dat is altijd handig als pyjama broekje of zo. Deze heb ik in een maatje M. En dit broekje kost €15,99. Ik vind hem iets aan de prijzige kant vergeleken met de andere. Dat ik denk, ja... Nou, en dan als laatst dit korte broekje. Ik ben blij dat ik een M heb gedaan. Alleen zoals je kan zien, schijnt ja, dat kaartje wel heel erg door. Maar ja, als je dus echt een vet groot shirt zo eroverheen hebt, een zwart shirt of zo, is dit wel heel erg leuk. Maar ik denk dat ik het gewoon als chill broekje ga houden. Want hij zit wel echt super lekker stretch. En dan komen we alweer aan bij het laatste item. En dat is misschien nog wel de meest uitgesproken item. Ja, ik hou er wel van. Oh, dat is helemaal niet het laatste item, zie ik nu. Maakt niet uit, maakt niet uit. Eén laatste item. Het lijkt wel een regenjasje, maar ik vind het echt heel cool. Dit is hem. Oh, heel erg leuk. Hoe leuk is dit met een witte mom jeans? Ja, ik vind dit leuk. De kleuren vind ik heel erg mooi. Blauwachtig groen. Kaki groen. Heel, ja, hele zachte kleuren. Ik hou er wel van. En de onderkant is wederom weer aangetrokken met zo'n bandje. En het voelt ook echt als een regenjas, maar ik vind het echt heel leuk. Dit is ook heel erg leuk met een festival of zo. Als dat natuurlijk allemaal weer kan. Maar ja, met de witte mom jeans eronder, heel erg cool. Dus ja, dat is dit jasje. En die heb ik in een maatje L, want ik wilde hem mega groot. Dat vind ik echt heel cool. Maar als ik het zo zie, dan denk ik, ja, een L valt nog best wel mee hoe groot het eruit ziet. Ik ben blij dat ik een L heb gedaan. Want met een S was het dan allemaal zo strak. En ik vind het wel cool als zulke jasjes juist lekker groot vallen. Ik zie alleen dat er nu op staat worth the wait. Dat ik denk, ja, oké. Maar goed, je haar eroverheen. En het valt er niet meer op. Dus dat is dit jasje. Dit jasje kost €29,99. Nou, dan dit jasje. En deze vind ik dus echt geweldig. Ik ben ook echt blij dat ik hem in een L heb gedaan. Maar als ik hem dicht doe, dan kan ik het gewoon als regenjasje tijdens het sporten gebruiken, bij wijze van spreken. Maar als je hem een beetje open doet, dan kun je hem ook gewoon dragen. Zo, ik heb er dan een witte bralet onder. Maar ja, ik vind dit zelf wel heel erg grappig en echt een sportieve look geven aan je outfit. Maar ik vind de kleur ook echt heel erg leuk. Het is gewoon een keer wat anders. En dan komen we aan bij het laatste item. Die kost €12,99 en dat is dit jurkje. Volgens mij heb ik deze in de maatje M, ja. Maar ik ben blij dat ik in de maatje M heb gedaan, want hij valt volgens mij echt mega klein. Maar ja, dit is echt zo'n jurkje wat ik heel erg leuk vind als het echt lekker warm is. En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon een heel vrolijk kleurtje. Het is echt een beetje lila. Ja, dat kun je ook wel zien. Maar ja, verder is hij gewoon heel basic. Hij sluit gewoon heel erg mooi aan als het goed is. En voor de rest heeft hij knopen aan de voorkant. En weer van die touwtjes. Ja, ik vind dat op zich wel heel erg leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat aansluiten. En voor de rest is het dus eigenlijk een heel simpel, basic ja, item. Ik hoop niet dat hij te kort is. Hij ziet er redelijk kort uit. Dat ik weer niet mijn armen of zo omhoog kan doen, want dan vloekt alles eronder uit. We gaan het zien. Maar dat is dus dit jurkje. Dan heb ik het jurkje. En die zit eigenlijk verbazingwekkend goed. Hij is ook helemaal niet per se te kort. Ik bedoel, in de zomer, echt als het super warm is, zit het prima. Alleen hier, dit bandje zit best wel heel erg los. Maar verder zit hij gewoon echt heel erg leuk. Het stofje is ook best wel dik, dus het schijnt ook allemaal niet door. Dus ja, echt wel een heel lekker jurkje is dit voor als het echt super warm is. Nou, dan was dat eigenlijk alles wat ik heb besteld. Als je het dan zo ziet, dan valt het nog wel mee hoeveel. Maar toch, ik kreeg er nog een hand sanitizer bij. Dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Van de Bershka in het roze. Leuk detail, ik ga hem even opdoen. Waarom ben ik zo? Hij viel op de grond. Oh, oh. Oeh. Zo druk naar luizenshampoo. Ik heb veel geuren geroken van die hand gel sanitizers tegenwoordig. Maar deze heb ik nog nooit geroken. Oeh, het ruikt echt naar luizenshampoo. Maar goed, als het maar zijn werk doet natuurlijk. Heel leuk dat ze dat alsnog bij hebben gedaan. Dan was dit de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Check dus even de beschrijving. Helaas is dit geen samenwerking. Dus ik heb ook geen kortingscode voor jullie. Maar ik hoop dat jullie hier inspiratie uit hebben gehad uit deze shoplog en uit de items. En laat me zeker weten wat bij jou in je kast niet kan ontbreken tijdens het voorjaar, tijdens de lente. Laat het weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik jullie tot de volgende video. En ja, dit was een extra video. Was niet afgesproken natuurlijk, want ik had besloten om even weer één keer in de week te uploaden. Maar ja, ik had er weer even zin in, dus geniet ervan.